Allemaal los. Een hele goede morgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. En welkom in een nieuwe week. Het is vandaag woensdag 26 april 2017. Het is nu rond 10 uur. En ik ben al helemaal aangekleed en gedoucht en dat soort dingen. Want ik ga zo meteen met mijn moeder en mijn zus gaan we naar Den Haag toe. Want mijn zus is vandaag jarig, dus ze mag een cadeautje uitzoeken in Den Haag. Wat ze wil, weet ik niet. Maar goed, dat gaan we zien. Dit jasje is van de Wii. Dit is trouwens mijn outfit. Wii jasje, champion shirt, broekpers. Ja, ik ga wel even kijken voor een nieuwe broek. Want ja, hallo, broeken. Schoenen, fans. En dus dat is mijn outfit en ik neem jullie gezellig mee. En vanavond gaan we uit eten in een restaurant, een Grieks restaurant geloof ik. En morgen is het Koningsdag en dan ga ik vieren met Ian en Lisa. Dan gaan we naar het optreden van O'Gene kijken, super gezellig en ook super veel zin in. En dan blijf ik in de avond bij haar slapen geloof ik en dan gaan we vrijdag naar Amsterdam. Maar dat weet ik niet zeker. En dan is het alweer weekend. En dan moet ik weer naar school. En dan is het maandag Shawn Madness tijd. Yes. Super zin in. En ja, ik ga jullie gewoon weer gezellig meenemen in mijn week. Dus komen jullie mee? Inmiddels ben ik alweer een tijdje thuis. Het is nu rond 17:45. En over een uur hebben wij een reservering in een restaurant voor mijn zusje verjaardag. Ik heb dus niet in Den Haag gevlogd. Eén, omdat ik het nog niet durf. Ten tweede, ik wilde gewoon even met mijn moeder shoppen. Ik heb wat leuke dingetjes gekregen van mijn moeder en drie broeken. Dus dat laat ik jullie zo zien. En dit is trouwens mijn outfit. Deze H&M sweater ding van die heb ik al way back in de sale gekocht. Deze komt van de Bershka. Broek van de Bershka. Schoenen, fans. En ik luister nu 7 Years van Lucas Graham. Leuke informatie voor jullie guys. En we gaan zo meteen lekker uit eten. Bij een Grieks restaurant in de stad. Het is vanavond ook Koningsnacht. Dus... het wordt best wel druk in de stad. Maar goed, ik heb het er wel voor ongeveer. Gewoon fuck it. Fuck that shit. Ik ben echt een hele slechte vlogger trouwens, by the way. Ik, ja, ik weet niet. Ik heb een beetje de drive van het vloggen niet meer. En dat komt omdat ik best wel druk heb. En elke keer denk van, oh nee, ik pak zo meteen mijn vlogcamera. En dat soort chisel. Maar ik ga wel gewoon weer verder vloggen. Super tof. Vanaf morgen, het wordt ook heel leuk, want dan ga ik naar Koningsdag in Rotterdam. En, dit is niet mijn telefoon, dus mijn moeder's telefoon. Maar komt O'Gene optreden in Rotterdam, dus daar ga ik heen gezellig met Ian en Lisa. Super gezellig wordt dat, dus ook hun zien jullie weer in deze vlog. En O'Gene ook. Super leuk. Dus, ik ga zo meteen er vandoor en ik neem jullie gezellig weer mee naar het restaurant en wat we in de avond verder gaan doen. Yeah. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess I made, it usually doesn't rain in my sexy love. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less when you. Oh, I can see your halo, halo. I can see your halo, halo. That's the reason I'm so sick of love songs. So tired of tears. So done with wishing you were still here. Take you to the candy shop. I'll let you lick a lollipop. Girl, let me love you. I just wanna get to know ya. But don't turn around. Cause that pretty round thing's good to me. Girl! I'm ready for 2017! Inmiddels ben ik alweer thuis. Het was super gezellig in het restaurant. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te filmen voor jullie. We zijn daarna nog naar zo'n festivaletje geweest. In Delft, want het is vanavond Koningsnacht.
Maar we zijn inmiddels weer thuis. Ik heb ook vandaag wat dingen gekocht in Den Haag. 3 broeken. Dat ga ik jullie nu laten zien. Daarna ga ik mijn kamer even opruimen, want het is echt een pestpleurenzooi. Ga ik zo even opruimen. En dan ga ik jullie nu even de broeken laten zien die ik heb gekocht. Oké, ik heb dus 3 broeken gekocht. Hier zitten ze. En als eerste heb ik een zwarte broek gekocht. Ik heb er al 1, maar die is een beetje aan het verkleuren zoals je kan zien. En die zit ook niet echt meer mooi aangesloten. Dus ik heb een nieuwe zwarte super skinny fit gekocht. Hij is super mooi. Dan heb ik een spijkerbroek gekocht. Echt super leuk met hier gaten. En hier een soort van ja, gat. En die zit super mooi. En dit is ook de super skinny fit. Super blij mee. En dan heb ik deze spijkerbroek gekocht. Super mooi. Ook heel mooi afgewerkt. En dit is ook de super skinny fit. En deze was 25 euro. Deze was 30 euro. En die ander was 17 euro. Dus ik ben super flinkjes geslaagd in de stad. Dus ik ga nu lekker mijn kamer even opruimen met muziek aan. En dan dat ga ik lekker doen. En ik ben heel groen. En even mijn camera opladen. En dan spreek ik jullie morgen weer. Want ik heb nu niks meer te vertellen aan jullie. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag 27 april. En het is vandaag Koningsdag. Ik ga nu, voordat ik naar Rotterdam ga. Want ik ga vandaag naar Rotterdam toe. Ga ik even in bad. Jullie kunnen het bad al horen. En jullie denken, waarom ga je niet naar Delft? Ik ga niet naar Delft omdat Eugene vanavond in Rotterdam komt optreden. En als je me beter kent dan vandaag, dan weet je dat ik fan ben van Eugene. En ik ga ook 7 oktober ga ik naar hun theatershow. Super tof. Maar ik ga nu lekker in bad zitten. En dan ga ik mezelf helemaal klaarmaken voor vandaag. Ik heb alleen niks oranjes, besef ik me nu. Dus ik trek gewoon lekker een witte sweater aan. Met een zwarte broek en pants. Altijd goed. En ja, ik ga lekker in bad. En ik spreek je zo weer. Zoals je kan zien, zit ik nu op de bank te chillen. Het is nu rond 1:30. Jezus, het is 1:30 alweer. Het is 1:30. Zoals ik je net verteld in de vlog. En ik heb, heel stom, een mok. Jullie denken, wat is hier stom aan? Nou, er zit geen thee in of koffie. Noep. Cola. En ondertussen ben ik de vlog aan het kijken van Lisa. Lisa Samantha van Temptation Island. Super leuk. Ik ben nu de vlog aan het kijken en die heet Dit Meen Je Niet. 3D dingetje. AYS dingetje vlog 1. Dus dan zijn 3 dagen in één vlog. Super tof. Dus dat ga ik lekker hiken. En ik word er echt een beetje vrolijk van. Ik vind wel echt leuk dat al die Temptation deelnemers. Dus Lisa en Ken en Lisa geloof ik. Die vloggen allemaal. En dat is echt heel chill om te zien. Omdat je dan denkt van ah leuk. Ze zijn eigenlijk best wel leuk in het echt. En nee natuurlijk. Ik vind Lisa gewoon echt heel grappig. En ja, dus als je nog niet geabonneerd bent op haar kanaal, link in de beschrijving. Dus dat. En ja, mijn haar zit ook weer helemaal fliky, hashtag not. En we gaan zo meteen weg. Ik ga zo meteen weg, ik ga zo meteen naar de club. Nee, grapje, ik ga naar de club. Ik ga naar een cafeetje, een soort van feestcafé, voor Koningsdag. En dan ga ik het Koningsavond ga ik vieren met Lisa en Ines. En dan ga ik morgen naar Amsterdam. En de wekker gaat af. En dan, nee, de wekker gaat niet af. De klok gaat af. 1 keer. Dus, we gaan lekker vandoor. Nee, ik ga lekker de vlog afkijken. Die duurt nog 7 minuten. En dan neem ik jullie ook weer mee naar Lisa en Ien. Op Koningsdag in de Mediamarkt, ja. Dat wij vervelen ons. En het is veel te druk buiten. En het is nu 4:30. En we kijken ondertussen hier de film. Heb je een Base Case gezien? Ja, kapot leuk. Deze. Die op kamp was ik gewoon op de fiets. Ik kan niet meer. En ik was al 60 meter vooruit.
Jammer. Maar echt. En kijk dit leuke ding hier. Oh, dit is ook leuk. Kijk, ik ga het laten zien. Dit is toch hier weer toch mee trouwen. Wat krijg je? Blauwe tintjes. Dat is toch paard? Gezellig vandaag met mijn familie en ik ga zo meteen slapen. Mijn wekker gaat om 9:45 af, want ik ga morgen met Mitka, Pepper en met Quinty en mijn moeder gaan we hardlopen. En ja, super veel zin in, want we willen wel iets gaan sporten. En ik heb echt super veel zin. Als je deze vlog ziet, is het maandag. En dan ga ik naar Amsterdam. Gezellig. Dan ben ik aanwezig bij het Shawn Mendes concert. Super gezellig. In een Ziggo Dome. En ik wil ook echt tering graag naar Bibi Rexha. Die 2 dagen daarna. Oh, super zin in. En morgen is het afscheidsconcert van We Brave. Daar ga ik helaas niet heen. Vet jammer, maar ik ga morgen wel eens hardlopen.
En dan ga ik daarna lekker chillen, de vlog monteren. En ik wil ook even wat extra video's op gaan nemen op mijn kanaal. Ik kan die inplannen voor woensdagen. Dus dat. Ik ga sowieso de video van aanstaande woensdag. Wordt denk ik mijn favoriete YouTubers weer. Of mijn fave dingen. Dus dat ga ik denk ik doen. En ja, ik ga lekker slapen. En dan spring ik jullie morgen weer tijdens het hardlopen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag 30 april. Het is nu rond 10:15. Ik ga zo meteen sporten, hardlopen met K, mijn nichtje, mijn zus en weet je wel. Dus dat is super tof. En ik heb een sportoutfit aan. Deze trui van de H&M, broek Nike en deze schoenen en lekker muziekie. Ik zit erg te twijfelen om mijn vlogcamera mee te nemen. Omdat ik dan als ik mijn vlogcamera meeneem, dat ik dan niet kan hardlopen. Omdat ik natuurlijk dan de hele tijd af moet dit vloggen. Maar ik ga natuurlijk wel op Snapchat wat dingen gooien. Dus wil je me volgen op Snapchat, dan zal hier nu op mijn telefoon mijn username staan. En anders in de beschrijving. En ook daar in de beschrijving staat ook mijn Twitter en Instagram en mijn mail. Dus ja, ik ga lekker hardlopen en ik spreek jullie zo weer. Oké, mijn nichtje is alweer weg. En ik ga lekker in de tuin zitten. Ik heb deze luchtige pinda dingetjes. En ik ga lekker in de tuin zitten. Kijk, want het is mooi weer. Hondje woef woef. Kijk! Niet klikken. Lekker camera. Niet lekker camera. Lekker chillen. Ziet jullie even neer. Lokkie, heb al genoeg geeft vandaag. Ja, ik heb echt een bord met deze borsten. Ik moet ook al op daar. Veel. Lokkie, eet heel veel jij. We're getting. Kom maar! Oké, inmiddels is het er weer een paar uur verder. En het is nu rond 7:30. En Be Brave heeft zojuist hun allerlaatste optreden gegeven. In de box in Amsterdam. En voor de mensen die het wilden weten, nee, ik ben er niet. Ik was er helaas niet bij. Waarom niet? Dat is een lang verhaal. Maar daar heb ik geen zin in om dat nu tegen jullie te vertellen. Maar ik zit nu wel een hele oude vlog van mij terug te kijken. En deze vlog heet Op Schiphol Vloggen. En ook heel charmant beeld ook. Ik ga even deze vlog. En ik ga het kijken. Ik zal hem hieronder even linken. Dan kunnen jullie hem ook weer even kijken. Ik weet niet wat er de laatste tijd met mijn camera is, maar goed. Ik moet deze pokkenbende nog opruimen. Maar dat wilde ik doen. Dus al mijn kleding zeg maar opvouwen. En dan alles netjes opvouwen. En dan hier in die kastjes weer doen. En even mijn kamer goed opruimen. Maar ik dacht, oké, dat kan ik leuk doen. En dan een oude vlog van mezelf terugkijken. En heel veel mensen vragen ook wanneer komt er een deel 3 van reageren op oude video's. Binnenkort wil ik dat gaan doen. Echt weer op een op video's van echt een jaar geleden of 2 jaar geleden. Mijn vlogmas video's. Die wil ik ook wel een keer weer gaan doen. Maar dat allemaal later. Dus nog niet nu, deze week. Nog niet volgende week. Maar misschien over een paar weken. Dus dat. Ik ben zo ontzettend zenuwachtig voor morgen. Morgen is het concert van Shawn Madness, waar ik super veel zin in heb.
En ik ga nu nog even lekker de muziek luisteren. Of nee, mijn vlog terugkijken. Dit opruimen. En dan moet ik ook nog mijn eigen vlog monteren. Dus dat ga ik zo ook even lekker doen. En dan spreken jullie zo weer. Oké, okay, It Takes Two is afgelopen. Echt, Bibi, wat een strot heeft zij, zeg. Jezus, ze kan kapot goed zingen. Echt, het is zo goed. Oh my god, oh. Echt, dit seizoen overtreft alles. Dus de zangers zijn gewoon goed. Top. Het is nu rond 21:45. Ik ga lekker slapen. Morgen is Shawn Madness. Dus daar ben ik super excited over. En super zin in ook. Maar dat betekent ook dat ik eventjes een einde ga brengen aan deze week. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal hieronder. Het is compleet gratis. En je mist geen enkele weekvlog of extra video in jouw subbox. Vergeet ook niet die duimpjes omhoog te doen. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram, Twitter, Snapchat. Staat allemaal in de beschrijving. Like every week. Dus, ik zie jullie volgende week. Bye bye.